Bing TV. Internettelevisie op zijn turnouts. Just Bing It. Just Blink It. Meneer Brentjes, vandaag heeft de oppositie in het federaal parlement de Kamer verlaten. Hadden zij naar turnout gekeken? Dat zou kunnen. Nochtans, wij hadden op die commissie alle reden om de vergadering te verlaten. U zal zelf wel gezien hebben op welke manier dat de raadsleden van de oppositie behandeld werden in verband met een toch prangend dossier in deze stad waar dat heel veel mensen van wakker liggen, namelijk het parkeerbeleid in deze stad. Dat we daar in een wip en een gauw akte van moeten nemen, een besluit dienen te treffen en dat dat dan ook nog gauw wordt doorgevoerd zonder dat daar ergens een breed draagvlak voor gezorgd is. Informatie gegeven is en dergelijke. Nee, een tijdspad is uitgezet. Het was te nemen of te laten en daarmee waren wij, en ik zeker, helemaal niet akkoord. Te meer ook omdat die manier van werken geponeerd wordt door mensen die vroeger, en dan spreek ik over een 10 jaar geleden, onszelf als toenmalige meerderheid aanvielen dat wij daar allemaal geen oog voor hadden. Wel, wij hebben zeer veel informatie gegeven tijdens onze bestuursperiode. Veel meer dan dat we nu krijgen. En daar heb ik in mijn tussenkomst heel duidelijk naar verwezen. Het ging vanaf dinsdag voor u niet echt over de inhoud van het voorstel, maar meer over de methodiek. Klopt dat? Het ging over de manier van werken en heel duidelijk ook dat wij als oppositie... Ik heb net een jaar geleden, denk ik, de burgemeester Sjerp vervangen eigenlijk door een plaats bij de oppositie. Maar ik heb toen duidelijk verklaard, en ik denk dat ik daar applaus voor heb gekregen op bijna alle banken, dat ik als oppositieraadslid en als voormalig burgemeester wilde werken voor het welzijn van deze stad en dat ik daar mijn bijdrage voor wou leveren op een opbouwende manier en dat we als oppositiepartijen daarmee zorg voor zouden dragen. Nu, ik heb moeten vaststellen dat wij het afgelopen jaar vanuit de oppositie nergens obstructie gevoerd hebben en inderdaad steeds met opbouwende, al dan niet kritiek, naar boven zijn gekomen. Het hoort ook zo, dat is het politieke spel, maar wij hebben opbouwend gewerkt. En als we nu zien hoe dat we deksel op de neus krijgen, dit staat buiten kijf, dit is voor geen woorden vatbaar. Maar als u een commissie verlaat, wilt u dan een signaal geven of is dan eigenlijk de democratische dialoog nog wel mogelijk als u ook een commissie gaat verlaten? Ja, die democratische dialoog, hè, waar dat u het al over hebt in uw vraagstellingen, die was tijdens de zitting eigenlijk al lang niet meer mogelijk. Het was een monoloog en die was te nemen of te laten. Ja, zo werkt dit niet in een democratisch bestel. Bij mijn weten zijn wij hier nog altijd een democratie. Zijn wij allemaal democratisch verkozen raadsleden. En de bevolking verwacht van ons, of dat we nu tot de meerderheid of tot de oppositie behoren, tot daar, maar verwacht van ons dat wij een inbreng doen. En ik stel vast, en ik niet alleen, maar ik heb vastgesteld dat dat absoluut met voeten getreden werd en dat we die kans zelfs nog niet kregen. En dit vind ik compleet ongehoord. Hebben jullie nu in deze situatie elkaar, en daarmee bedoel ik de verschillende N-VA-fracties, elkaar een klein beetje gevonden? Want ik merk nogal, laten we zeggen, een eensgezindheid op één persoon na. Ja, er was eensgezindheid. Het is wel, laten we zeggen, het is zeer snel moeten gaan. Omdat ik op zeker ogenblik wel vaststelde, kijk, wat zitten wij hier nog te doen? Hè? Nu, iedereen had datzelfde gevoel. Nu, vanuit de meerderheid komt er een klassiek gegeven. Is er een klassiek gegeven, komen er geen vragen. Maar had iedereen datzelfde buikgevoel van, laat ons hier opstappen. Hè? En dat is dan ook bijna door iedereen gevolgd, gewoon dat ingegeven was door het moment of dat er een toenadering is tussen de verschillende fracties. Dat is een ander paar mouwen. Ja. Wat is er vandaag hier gebeurd? Ik bedoel, half het college stapt op, Verenigde Commissies, Commissie 2. Ik had als toeschouwer een heel frank gevoel. Ja, dat klopt. Hè. Wij hebben daar ook tijdens de commissie ook weer naar verwezen. Op zeker ogenblik zien wij daar de helft van de schepen opstaan, inclusief de burgemeester. Waar dat we dus bezig zijn, toch een zeer moeilijke agenda, uitgebreide agenda, over het budget, de begroting en dergelijke meer van Stad en OCMW. Hadden jullie dat vorig jaar gemogen? Nee, hè, dat ging onze... Dan denk ik dat turnout te klein was geweest van de kritiek dat we toen hadden moeten slikken. We hebben dat toen niet gedaan, maar als we nu zien hoe dat we nu behandeld worden, dat hadden wij inderdaad een jaar geleden eens moeten doen. Een vraagje. Heeft u een tip voor deze meerderheid? Het einde jaar komt eraan, allemaal goede voornemens. Heeft u een tip?
Er staat een kerstboom op de grote markt. En ik stel toch ik stel voor dat we allemaal, maar ik heb dat al zo dikwijls gedaan aan de wensboom op de grote markt, dat we daar onze wensen voor een goed bestuurlijk jaar 2015 mogen hangen. En zoals ik verklaard heb, deze voorbije commissies die liepen voor geen meter. Daar is iedereen het over eens. En ik denk zelfs te mogen spreken in naam van een aantal meerderheidsraadsleden. Ook. Teken aan de wand. Teken aan de wand, want wat zag ik? Een aantal schepen uit de vorige ploeg, allemaal denk ik, die zijn blijven zitten en de rest is opgestapt. Dat is inderdaad een teken aan de wand. Nogmaals, de burger een klein beetje de pineut als je dit nu volgt? Vind ik wel. De burger in deze stad verdient dit soort beleid niet. En er is niet de eerste keer dat ik dat uitdruk, maar dat ook collega's dat uitdrukken, op verschillende manieren wel. Wij verdienen dat niet. En dan, dat was ook de insteek van mezelf, maar ook van de ganse oppositie een jaar geleden, van kijk, wij willen onze bouwstenen aanreiken. De burger heeft daar recht op dat wij voor hen werken. We zitten nu eenmaal in moeilijke tijden, we moeten daardoor en iedereen moet daar, zeker als ze bijdragen tot het beleid, moet daar mee voor werken. Dank u wel. Ja. Bink TV. Internettelevisie op zijn turnouts. Just Bink It. Just Blink It.